Met z'n tweeën op zaterdag de stad in vind ik heerlijk. Ontspannen doen we graag. De lat ligt toch hoog. Je moet altijd echt het beste uit jezelf willen halen. Wij staan op het punt ons eerste huis te kopen. Ons bod is geaccepteerd. Nu de financiering nog. Dan wil je met mensen praten die net zo ambitieus zijn als wij in het realiseren van onze droom. Deskundigheid en vertrouwen spelen daarbij een belangrijke rol. Je wil weten wat je kan verwachten, waar je aan toe bent, of het nu om kleine of grote dingen gaat. En dat we hierover geadviseerd konden worden buiten de reguliere kantooruren, dat was voor ons een uitkomst. Ik doe nog steeds graag veel dingen zelf. Dat zit gewoon in mijn aard. Ik verwacht van zakelijke partners dan wel de juiste ondersteuning op die momenten dat het echt nodig is. Dat mijn belang voorop staat en dat ze net zo gedreven zijn als ik. Eerlijk en integer, maar zonder pretenties. Samen op een verantwoorde manier succesvol willen zijn. Om mijn naam waar te kunnen blijven maken, moet ik voorop lopen als het gaat om de laatste ontwikkelingen. En nieuwe wegen bewandelen. Binnenkort open ik mijn eerste buitenlandse vestiging in Parijs. Praktische en relevante oplossingen zijn op zo'n moment zeer welkom. Dat geldt voor de partij waarmee ik werk, wat mij betreft dan net zo. Goed over nagedacht en volgens de regels natuurlijk. Maar bovenal onderscheidend. Wil je zakelijk iets bereiken, dan zul je hard moeten werken. Zo ben ik opgevoed. Achter het stuur plaatsnemen, maar niet in je eentje de weg willen bepalen. Liever doe ik dat met partners die dezelfde ondernemende mentaliteit hebben. Gelijkwaardig sparren dus. Initiatiefrijk, gedreven en dynamisch. En dat het liefst ook nog eens 24 uur per dag. Ik kom overal. De ene dag ben ik op kantoor in Rotterdam, de andere dag in Hamburg of in Singapore. En up-to-date blijven kan dan een uitdaging zijn. De juiste ondersteuning en betrokkenheid is dan zeer welkom. Van een financiële partner verwacht ik waardering voor hetgeen ik met eigen handen heb opgebouwd. Dat mijn harde werken op waarde wordt geschat. Maar ook dat er gehandeld wordt naar mijn behoeften en dat mijn verwachtingen zelfs worden overtroffen. En dat geeft mij lust. Ik werk daarom graag met een speler van formaat. Een speler die mij helpt succesvol te zijn, zodat ook zij succesvol wordt. Net zoals ik dat voor mijn eigen klanten doe. En daarom kies ik ABN Amro.